Het is slecht voor het milieu, het is slecht voor de mensen die ademhalen. Houd toch op. Van een vuurwerkverbod was tijdens de jaarwisseling weinig te merken. Het verbod werd dan ook niet streng gehandhaafd. Wat betreft de bezoekers van de Nijmeegse markt blijft het toch van kracht. Wat vonden jullie van het vuurwerkverbod? Heel verstandig. Want? Nou, dat ontlast de zorg. Niet zoveel eigenlijk. Niet heel veel had gemerkt. Nee. Niet zoveel gemerkt? Nee. Er werd heel veel afgestoken nog altijd. Ja, op zichzelf ben ik sowieso al anti-vuurwerk. Veel te veel ongelukken en mensen hebben geen idee waar ze mee bezig zijn. Dus dat is voor mij nogal duidelijk. Voor mij mogen ze het afschaffen. Ik vind het een goed idee om vuurwerk te verbieden. Voor de honden, voor de paarden, voor de mensen, voor de poezen. Het is toch verschrikkelijk. Als het is verboden, dan van iedereen moet zijn verboden. Niet van sommigen wel gaan wij doen wat mag niet. Ja, ik vraag me af of dit wel echt heel erg geholpen heeft. Nou ja, ik denk het niet, want er was toch overal vuurwerk te zien. Ja, dat klopt. Ja, nee, dat heeft dus niet geholpen. Maar het hoort toch wel een beetje bij oud en nieuw. Meneer, ik doe al heel veel oud en nieuw, hè. Heel veel jaren. Wat er nu gebeurt, en die rotzooi ligt allemaal op straat en het ligt er allemaal. Het is slecht voor het milieu, het is slecht voor de mensen die ademhalen. Houd toch op. Ja, ik zelf hou er niet van, maar ik begrijp echt wel heel veel dat heel veel mensen er wel van houden. Ja. En het heeft inderdaad misschien wel wat als je wel iets hoort op de achtergrond. Als het helemaal stil is, dan is er geen overgang of zo. Misschien hebben mensen dat ook nodig. Als volgend jaar weer verbod is, gaan jullie dat ook meeknallen? Ja, weer sterretjes. Waarschijnlijk wel. Ja. Nee, ik ga er niet eens naar kijken. U had niet genoten van het vuurwerk? Nee, niet op die manier, nee. Dat was het genoeg. Oké, helemaal goed, dankjewel. Okay.